Jawel, daar zijn we. Yes, hey, iedereen welkom. Ik hoop dat iedereen al klaar zit voor een hele nieuwe bierpraat hier op vrijdagavond voor de verandering. Want we hebben er een hele leuke bij ingelast. We hebben vanavond iets speciaals. We hebben het deze week al eerder gedaan. Ja, absoluut heel speciaal. Want we hebben deze week al eerder een beetje een spotlight gegooid op de horeca. En dat doen we vanavond weer met Pieter van Café de Zwaan. Een van de mooiste, misschien wel bijna het mooiste plekje in Maastricht. Goedenavond, Pieter. Dankjewel. Goedenavond allemaal, hallo. Leuk. En uiteraard zit Remy ook klaar. Goedenavond, yes. Remy. Thomas, Pieter. Top. Ik heb er zin in ieder geval. Pieter, stel jezelf eens even voor. Nou, ja, dat is altijd spannend. Om dat kort te houden natuurlijk, want ik praat heel graag over. Nee, joh, alle tijd. We hebben een hele avond. Oh, prima. Ik ben Pieter Gasthuis. Ik woon al 11 jaar in Maastricht. Ik kom hier oorspronkelijk niet vandaan. Ik ben hier ooit hotelschool gaan doen en ben hier blijven plakken. En een jaar of 6 geleden in aanraking gekomen met mooie bieren. En toen bedacht van, god, wil ik er wel wat meer vanaf weten. Want ik ging werken in bij Speciaal Bierencafé De Gouverneur hier in Maastricht. Die hebben ook iets van 300 bieren. Prachtige kelder ook. Mooie bewaarbieren, veel geuzes, lekker. En ik wist eigenlijk helemaal niks van bier af. Mijn eerste aanraking met speciaal bier, dat was in een cafeetje in Zwolle vroeger. Dat was de Duvel voor 2 euro in de aanbieding. Dan dronk ik er 3 en ik stond op van mijn kruk en ik laasde er tussen de gokkasten in. Dus ja, dat was een beetje wat ik wist van bier. En toen maar eens gedacht van, nou, als ik dan mensen die bieren allemaal moet gaan aansmeren en proeverijen moet gaan houden, dan is het ook wel belangrijk dat ik er wat van af weet. Dus toen ben ik de Simonopleiding gaan doen. Naar niveau 1, 2 en uiteindelijk ook 3 in Obertroom. En ik ben zodoende dus gediplomeerd biersommelier. En dat heeft mij heel veel leuke dingen in de bierwereld al gebracht. Bier gebrouwen bij Jopen. Laatst ook ons huisbier weer gebrouwen bij Jopen. Daar gaan we het straks vast nog wel even over hebben. Absoluut. En eigenlijk gewoon heel veel bezig met bier. In de jury gezeten op de Dutch Beer Challenge. Ik geef ook les bij Stibon. Op niveau 1 geef ik les 1, het proeven van bier. Dat vind ik ook heel leuk om te doen, het lesgeven. Dat is echt, dat vind ik echt heel gaaf. En voor de rest werk ik hier bij Café de Zwaan in Maastricht op de markt. Een drukke, grote zaak. Ik heb toevallig vandaag met mijn collega Joey de eer gehad om een aantal bestellingen vanuit het land te ontvangen hier. En die koeling weer helemaal vol te zetten. Ik geloof dat we onderhand bijna op de 300 zitten. Met echt heel veel gave dingen weer. Dus ja, ik sta te popelen om weer open te gaan maandag. Om iedereen mooie bieren te laten proeven. Ja, het is echt, er staat zoveel gaafs in nu. Daar ben ik echt heel blij van, word ik ervan. Een beetje dan in een notendop. Hey, dit ben jij in een notendop. Oh mijn god, wat is dit? Waarom zit ik in zo'n grote notendop? Haal me uit die notendop. Sorry, flauwe grap. Hele flauwe grap. Je noemde het net al, daar wil ik het even over hebben voordat we met de vragen gaan beginnen. Want ik heb er 2 keer in mogen staan. Ik vind hem legendarisch. Hij werd al heel even genoemd hier in de comments door Douglas. Vertel eens even iets over de walk-in fridge. Dit is een beetje het pareltje van de zaak. Wat ons ook in die zin denk ik wel uniek maakt. Sowieso hier in Maastricht. Ja, hier pontificaal midden in de zaak achter mij hebben wij een walk-in fridge. Kijk, daar kun je gewoon de deur van open doen. Oh. Misschien als ik zo doe. Mm-hmm. Oh. Dan hoor je de koelmotoren ook al lekker ratelen. Wat een leven. Ja, het is toegestaan als jij bij ons in de zaak op het terras zit om naar binnen te gaan en wat uit te zoeken. We hebben het een beetje op stijl. Soms op brouwerij hangt een beetje vanaf, we hebben het gesorteerd. En je mag gewoon etiketjes kijken, je kan het vastpakken. Of als je er niet uitkomt, dan roep je ons. Dan helpen wij je met een leuk bieradvies. En er staat van alles in. En dat is gewoon gaaf. Ja, het is geniaal. Ik weet nog wel dat ik daar stond met en toen hebben we nog even gekletst. En ik weet nog wel heel goed, dat was echt een magnifieke ervaring. Gewoon daar staan, het gesprek. En toen hebben we een beetje gekletst. En uiteindelijk heb ik die 65 centiliter fles Sans Pardon van Dochter van de Korenaar. En toen heb ik daar met jullie op het terras gezeten met die heerlijke beefburger van jullie op dat broodje gebakken met stout. Ja. Ja, echt serieus man. Wat een echt een ervaring.
Nou, dat is dus dat is wat wij proberen neer te zetten. Dat je los van dat we verkopen ook liters koffie, dat wil je niet weten. En we verkopen ook tosties aan moeders met dochters. Dat hoort er allemaal bij. Maar ook gewoon als jij bier wil drinken en daar iets leuks bij passers bij wil eten, dan faciliteren wij dat heel graag. En ik denk dat je op een heel laagdrempelig niveau eigenlijk gewoon heel leuk bij ons kan zitten met gewoon gave bieren en fatsoenlijk eten. En ik denk dat dat belangrijk is. Kijk, gek doen is heel leuk met high-end stuff allemaal. Maar ik denk dat bier zich ook uitstekend leent om juist laagdrempelig te zijn. En juist in die eenvoud zo goed te zijn. Het hoeft allemaal geen pierenlantijnen te hebben, maar bier kan ook gewoon op een hele simpele manier net zo speels hartstikke lekker kan zijn. Het hoeft niet gek te zijn en dan is het al snel heel erg goed. En dat vind ik heel leuk. Ja, ben ik me helemaal met je eens. En over bier gesproken, laten we nog even snel hebben over wat we aan het drinken zijn. En normaal, Pieter, zou ik beginnen bij de gast. Maar omdat ik al een beetje een vermoeden heb, wil ik eigenlijk even jou als laatste noemen. Zodat we daar even op in kunnen gaan. Als je het erg vindt. Ik snel even een uit de tap hengelen. En dan, doe dat. Kletsen wij even. Ja, ik wel, hè. Remy, wat heb jij in je glas, jongen? Ik heb in mijn glas de... Totaal onbekend voor mij, maar de Nurme Jaffa Cake Imperial Stout. Allereerst echt mega gaaf etiket. Het glimt, het is mooi. Het ziet er goed uit, het is 10,5% gebrouwen met vanille en orange. En ze komen uit, wat zei ik ook alweer? Letland. Ja, Letland inderdaad. En hij smaakt inderdaad, orange komt heel mooi terug. Hij is lekker verwarmend en er komt heel veel moois uit die contraien, om zo maar te zeggen. Dus, ja, voor degene die kijken die niet weten wat een Jaffa Cake is. Een Jaffa Cake is een heel typerend Engels soort van pastry dingetje. Met inderdaad dus chocolade en een sinaasappel. Dus ja, het is goed dat dat allemaal er natuurlijk precies in zit. Ja. Ik ben voor de gelegenheid, en mensen zullen misschien wel denken, hè Thomas, wat doe je nu? Ik zit aan een Gulpener Lentebok. En voor de mensen denken, nou Thomas, een Gulpener, hoezo? Laten we nou alsjeblieft niet vergeten. Ten eerste Gulpener, het is Limburgs bier. Ik reken dit onder craft beer. Het is, de brouwerij is opgericht in 1825, dus bijna 200 jaar oud. En de brouwerij is nog steeds onafhankelijk. De brouwerij is nog steeds wordt door de familie gerund. Daar staat geen Heineken of AB InBev of wat dan ook boven. Bijna 200 jaar oud en nog steeds gewoon craft beer. Punt. Gewoon craft beer. En ja, Lentebok, het is dat misschien over het algemeen, ben ik heel eerlijk in, niet mijn stijl. Maar het is een lekker moutig bier met een fris zoetje en een licht hoppige noot. En met zo'n avond zoals vanavond is daar helemaal niks mis mee. Lekker in het zonnetje straks. Dat is wel een beetje wat lentebier moet doen ook. Hè. Lekker gewoon een beetje moutig. Dat is inderdaad een lekker zoetje erin. En ik moet zeggen, de Lentebok zijn een beetje weer... worden weer wat beter. Het was een paar jaar terug. Allemaal zoete toelie. En het begint nu weer gewoon mooi, droog, strak, moutig. Dat kleine biscuitje erin. Ja, en inderdaad, absoluut. Een mooi mout zoetje. En gewoon een lekkere frisse hop op de afgrond. En eigenlijk, ik heb de grols dit jaar vond ik heel erg lekker. Oh. Dat vond ik echt heel lekker dit jaar. Die dronk gewoon lekker in mijn achtertuin. En ik dacht, ja, kom op man, dit is heerlijk. Ben ik gewoon dag daarna nog een paar gaan halen. Nou, dat ga ik wel zeker doen, want mijn herinnering aan de Grols Lentebok is inderdaad een overdreven zoet bier. Dus dan ga ik hem toch echt wel eens even weer proberen. Mooi ondergistend, strak, clean. Mooi spul. Ja. Okay. Nou, en in tussentijd zit jij klaar met een vers getapt glas. Vertel er eens even wat over. Een aantal jaren terug hebben wij ons eigen huisbier gebrouwen hier voor Café de Zwaan. Dat hebben we bij Joop in Haarlem gedaan. Dat kennen we vast al. En dat is wel leuk. Redelijk. Een Limburgse zangeres, een beetje de koningin van het zuiden, Beppie Kraft, met een K. Komt hier uit Maastricht en de carnavalskoningin van het zuiden. En dat bier hebben wij toen het Beppie Kraft bier genoemd, dus met een C. En dat was een 7% blond bier, licht bitter. En er zat marentak in, om het een Limburgse tintje te geven.
En toen hebben we met de brouwers van Joop heel erg lopen handen. Van hoe krijgen we die marentak erin? Dus we hebben uiteindelijk daar een soort van thee van getrokken. En dat bij het bier gegooid. Omdat anders werd het allemaal medicinaal bitter. En dat was smerig. Hmm. En nu zorgt na die thee-infusie van marentak. Zorgt voor een heel apart bittertje, zo echt op het strottenklepje gewoon. Want zelfs daar zitten nog receptoren voor smaak. Hmm. En geeft hem in de aftronk een heel apart bitter mee, wat wel gaaf is. En nou, dat bier hebben we weer gebrouwen, maar uiteraard met de kennis van nu hebben we hem iets aangepast. Hij is iets fruitiger. Dus een gedeelte van de hopgift uit de coke is meer naar de dry hop gegaan. Zodat hij een iets minder harde bitter heeft en gewoon wat fruitiger is ook in de neus. En hij is van 7 naar 6 gegaan. En of het echt 6,0 is of 6,2. Voor mij is het een beetje 6,2 die kant op. Omdat we toch al merkten dat die andere 7%, dat was op het terras, die was gewoon eigenlijk zo lekker, maar ook doordringbaar. Mm-hmm. Ja. 3-4 van die bieren op het terras stond je gewoon op de kop. En dat is toch wel heftig. Dus deze hebben we gewoon iets frisser, iets lichtvoetiger gemaakt. En gisteren was hij nog niet helemaal koud genoeg. En we hebben er vanmiddag even geproefd. Dit is mijn tweede echt koude die ik moest gaan proeven. En, ja, dat is toch helemaal lang niet verkeerd. Kijk het dorst, man. Het is maar goed dat ik een mooi glas voor me heb. Ja, ik zit aan bier, maar als ik jou zie, krijg ik gewoon spontaan dorst van een lekker bier. Precies. Oh. Nou, maar jongens, ik ben zo benieuwd naar de mensen dat straks als we met de horeca weer open zijn. Mensen die hier komen, die gaan zeggen van, nou, doe mij een bier. Nou, ik heb een leuke voor je, ons eigen huisbier. Net kakelvers. Dat die mensen dit dus echt gaan drinken. En dat die denken, gewoon de brandreclame, de eerste slok. Dat je denkt van, fuck yeah, we hebben gewoon weer tapbier. Gewoon. Ja. Gewoon een heerlijk getapt pils, ijskoud. Dat je, waar je je tanden in zet, dat je denkt van, het mag weer, we kunnen weer. En dan zeker met de temperaturen die de maandag gaan komen. Als je dan om 12 uur... Nou, van het weekend al. Ja, van het weekend ook. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik woon dan in het noorden. En bij ons wordt het 24 op maandag. Dus het zal daar een beetje in Maastricht zal wel richting de 28 gaan, denk ik, of niet? Ja, dan hebben we hier al een hittegolf. Als het bij jou in het noorden, 24. Daarom, dat wou ik net zeggen. Hè. King of the North, hè? Laten we het wel even hebben. Ja, dat is wel goed. Nee, maar... absoluut, behalve een paar Waddeneilanden en zo. Maar daar hebben we het niet over. Die tellen niet mee. Mag ik even over Groningen snel? Mijn pa, ja, tuurlijk. Heeft in Groningen gestudeerd en die heeft altijd één goede mop van Groningen. En dan, dat gaat dan over een Utrechtenaar, hè, noem maar iets. Die zit met een Groninger in het café. Die Utrechtenaar die zegt, nou, ik ga op vakantie en ik ga naar Frankrijk. En we gaan lekker met de auto. Nou ja, mooi, zegt die Groninger, fantastisch. Ja, wie gaat dit jaar naar Thailand? En dan zegt die Utrechtenaar, zegt, oh, en met vliegtuig? Nee, wie gaat met de boot? Want de Groningers die zeggen natuurlijk, Thailand, dat is het eiland, dat ene Waddeneilandje dat van Groningen. En dat vind ik zo'n geweldige mop altijd. Thailand. Ja, jongens. Ze zijn gewoon een beetje in de kroeg, hè. Ik snap hem gewoon. Oh, heerlijk. Nee, ik ga hem onthouden. Dinsdag ga ik hem op het werk en iedereen vertellen. Thailand. Ja. Oh, die wordt heel mooi op dinsdag op het werk. Mannen, we zijn al 13, bijna 14 minuten bezig. Ik stel voor dat we eens beginnen met de vragen. En aangezien ik host, Remy, de allereerste vraag is voor jou. Pieter, ben je er klaar voor? Kun je het aan? Tuurlijk, kom erop. Ik ben benieuwd. Daar gaan we. Kom maar, we gaan los. Yes. Here we go. Ik ben echt nogmaals blij dat ik met de eerste vraag mag beginnen. Dat betekent automatisch dat ik ook de laatste vraag mag doen. Hoe kwam het nieuws, de sluiting van de horeca bij jullie binnen? En wat was jullie eerste gedachte? Dan ben ik eigenlijk ook al stiekem benieuwd naar... waren jullie op dat moment open dat jullie om 6 uur dicht moesten? Ja, en ik was zelf niet aan het werk. Ik was vrij en compleet andere dingen aan het doen. Ik was ook echt helemaal niet mee bezig eigenlijk. De eigenaar die had 's middags gewerkt... en mijn collega bedrijfsleider was op dat moment aan het werk. En... we hadden er wel rekening mee gehouden. We hadden, het was een heel raar weekend natuurlijk. In Brabant werd al gemaand van blijf thuis en ga niet op stap, et cetera. In België was alle horeca al dicht. Ja, goed, en we zitten hier echt oprecht hemelsbreed die kant op. Zitten we, ik denk, misschien 2, 3 kilometer van de Belgische grens. Dus echt heel dichtbij. Mm-hmm.
daar was alle horeca al dicht. En dat was dus een heel raar weekend, want een heleboel Nederlanders die bleven al thuis. Dus het was echt die hele week al heel erg rustig. Dat we echt ambulante medewerkers moesten afbellen, omdat het gewoon te rustig was. En dat weekend herinner ik me nog, bijvoorbeeld die zaterdag, dat iedereen begon een beetje paniek te raken, want we wisten nog niet, er was nog geen outbreak management team die ergens iets van vond. Rutte had zijn zegje nog niet gedaan. Maar er was een of ander virus en dat was mega besmettelijk en er gingen in China honderden mensen aan dood. En ik vond het heel apart omdat er werd gezegd van in Brabant, jullie moeten allemaal thuis blijven. In België, de horeca is dicht, jullie moeten thuis blijven. En vervolgens, wie zaten er op zaterdag merendeel bij ons in de zaak? Brabanders in België. En dan denk ik echt van, dat vond ik heel raar. Maastrichtenaren die laten, ik hoop niet dat er te veel kijken, maar die laten zich altijd heel makkelijk zeggen van doe maar even rustig en dan zeggen ze oké, dan doen we dat wel even. Maar er is eigenlijk op dat moment bijna geen locals in de zaak en heel veel Belgen en Brabanders. En toen is die desbetreffende zondag, er was dat hele weekend alsof een commotie en een beetje rondlopen met desinfectiespray en dat soort dingen. Niet echt een enorm heel strak plan getrokken, maar wel een beetje vaker de pinautomaat en de deurklinken, dat allemaal een beetje schoonmaken. Ja. En toen eigenlijk had ik zoiets van, ja jongens, als België de boel dichtgooit, de horeca, als Brabant mensen thuis moeten blijven, misschien moeten wij wel voor zijn. Je zit echt in het midden natuurlijk. Ja. En misschien moet je voor zijn wat de regering gaat zeggen. En eigenlijk hadden wij besloten van, nou, als de regering niks zegt, dan gaan wij wel maandag besluiten of we dinsdag nog open gaan. We hebben toen gezegd, we wachten maandag af. Want het is natuurlijk ook zo, als je zelf besluit om te stoppen, dan is dat jouw keuze om jouw omzet te verliezen. En als de regering jou dat opdraagt, dan kun je zeggen van, hey, maar jongens, ik moet voor jullie, dus geef geld. Dat is natuurlijk gewoon heel simpel. Het is een groot bedrijf. Er werken hier, er staan iets van 45, 46 man op payroll. Waarvan ik 13 fulltime. Als je dan op zo'n moment zegt van we kappen ermee en je moet het allemaal uit eigen zak gaan betalen. Ja, dat is nogal een beslissing. En nu is het gelukkig een goedlopend bedrijf. En zijn we deze crisis tot nu toe redelijk goed doorgekomen. Maar het is heel hard gegaan. En dus die desbetreffende zondag, daar hadden we eigenlijk rekening mee gehouden dat het wel zo zou komen. En ik heb met een collega gesproken, die had de dagdienst gewerkt tot 5 uur. En die zei, het was wel heel rustig in de stad, er was helemaal geen fluit te doen. En ik ben ochtends ben ik nog even geweest en even gepraat van, goh, als het heel rustig blijft, zorg dat je mensen naar huis stuurt. En toen begon de avonddienst en op een gegeven moment werd dus gezegd, van, nou, je moet het dicht, binnen een uur of zo was het geloof ik. En daar hadden we eigenlijk in die zin al een beetje rekening mee gehouden. En ik heb ook tegen Dennis die aan het werk was gezegd, van, ja, je hoeft niet bij te vullen, want dat doen we allemaal daarna wel. Dus poets de kiet en trek de deur maar achter dicht en dan zien we daarna wel. En toen eigenlijk niet verwacht dat het zo lang zou gaan duren eigenlijk. Dat is wel, op dat moment dachten we van dus even... zorgen de besmettingen naar beneden halen, dus 2 weken dicht. Dat was een beetje wat in eerste instantie in mijn hoofd was. Het is wel anders gebleken, ja. Ja, ik denk ook wel dat, het is altijd een beetje achteraf makkelijk om zoiets te zeggen. Dat snap ik, maar ik denk ook dat heel veel mensen toen de tijd echt zoiets hadden van, ach, dit gaat wel meevallen. Maar achteraf gesproken, ik denk dat wij dit allemaal best wel onderschat hebben, als we zien wat het allemaal heeft gedaan. Landelijk. Het is een rot beslissing geweest. Ik denk dat het uiteindelijk wel de goede beslissing is geweest voor het algemene, voor de mensen, voor de mensen, zullen we het zo maar zeggen, voor de common good. Maar ja, dat het leuk was is anders natuurlijk. Absoluut niet. Nee. Pieter, jij hebt gehad dat het mooi weer was, denk ik. Dat scheelt echt, hoor. Dat scheelt echt. Ja zeker. Pieter, jij was zelf niet aan het werk, maar zowel op het moment, ik weet niet wat je gehoord hebt van de mensen die wel aan het werk waren, maar ook achteraf reacties die je misschien via social media of mensen die je tegenkwam als je even in de supermarkt stond.
Wat waren de reacties van jullie klanten? Zo op het moment en achteraf. Nou ja, kijk, ik denk dat het heel Nederlands is om in eerste instantie te zeggen, gewoon onzin allemaal. Maar ook natuurlijk daarna heel veel mensen steun. Van ja, wat kloten voor jullie, want ja, ik heb nog mazzel. Ik kan van thuis werken op mijn laptop en jullie kunnen helemaal niks. En nou, ik heb wel geluk. Mijn baas, Marco, die is daar heel nuchter onder. En die heeft ook gezegd van, nou jongens, hè, ook toen ik met hem die gesprekken voerde van, goh, wat gaan we maandag doen, eventueel, wat gaan we dinsdag doen? En hij zegt ook, of hij zei van, nou, stel je voor, mocht het zo zijn, so be it, hè, dan hebben we er niks over te zeggen, dan moeten we. En dan gaan we gewoon emmers verf kopen, poetspullen, en dan gaan we die hele kiet van boven naar beneden helemaal recht trekken. Ja. En ja, gewoon van de nood een deugd maken. Ik denk zoals iedereen heeft gedaan. Iedereen zei van vervelend voor jullie, maar in die zin voor ons kwam het ook alweer goed uit, want de zaak was wel aan een likje verf links en rechts toe. Want we zijn 7 dagen per week open, we zijn alleen op, wat is het, eerste kerstdag zijn we dicht. En ja, alleen op eerste kerstdag zijn we dicht. Ja. Dus we hebben eigenlijk nooit tijd om groot onderhoud te plegen zonder dat of iedereen er last van heeft of dat we dicht moeten. En nu hebben we dus echt even eens groot onderhoud gepleegd. En ik heb die hele koelcel helemaal leeggehaald. De hele koelmotor aan elkaar geschroefd. Alles echt gewoon van A tot Z, van boven tot beneden. We hebben allerlei dingen gemaakt, getimmerd. Noem het allemaal op. Het ziet er nu gewoon weer top uit in de zaak. En dat was ook een beetje nodig. Dat geef ik ook eerlijk toe. Dus ik denk dat iedereen ook heel blij is dat als we zo weer open zijn, ja, hoe mooi het eruit ziet en hoe... Ja, het is gewoon beter dan dat het was. En nou, dat is wel een fijn idee om daar weer mee natuurlijk aan de gang te mogen. Ja, mochten dus vaste klanten nu op het moment aan het kijken zijn, het wordt een compleet nieuw café voor hen. Ja. We gaan ook op de rolschaatsen bedienen en zo. En, ja, dus het wordt allemaal goed. Tablet bestellingen, elke tafel heeft een tabletje straks, dat soort dingen zeg maar. We hebben een QR-code hebben wij nu. Oké, serieus? Ja, wij hebben een heel stuk van de menukaart, waaronder bijvoorbeeld de bierkaart. Die hebben wij achter een QR-code geplakt, zodat je de kaarten moeten weer schoonmaakbaar zijn. Dus dat is geplastificeerd. En om te zorgen dat je niet zo'n pak hoeft te plastificeren en schoon te maken, hebben we gewoon dat tot het minimale beperkt. Met wat basisdingen erop. En daar gewoon QR-code waarna je op een website met verschillende kopjes komt. Dus dat is... dat is wel bijzonder. En het is wel grappig, want we waren net, ik geloof, nog net geen 2 weken bezig met onze nieuwe kaart. En helemaal met een nieuw hoesje, heeft het allemaal een vermogen gekost. En ja, nu zegt Marco, mijn baas, die zegt van, goh, straks is die QR-code zo succes, gaan we nooit meer terug naar de oude kaart. Dus wie weet, we zullen het zien. Nee, maar je ziet wel natuurlijk dat, weet je, je had het net over van de nood een deugd maken. Heel veel bedrijven, of het nou om horeca gaat of ja, gewoon eigen ondernemingen die wat dan ook doen, maakt allemaal niet uit. Die zijn natuurlijk wel heel erg gaan kijken naar hoe gaan we nu te werk. En daar zijn innovaties uitgekomen. Ik bedoel, hoe leuk is het dat je straks gewoon op elk terras waar je binnenkomt, dat je dus niet meer, wat je net zegt, al die menukaarten continu moet vernieuwen en nieuwe moet maken en printen, wat voor jullie een kostenpost is. Nou, je hebt gewoon een bestandje dat je ergens even in een cloud verandert. Mensen komen gewoon op een tafel, daar staan een QR-code, ze pakken een telefoon en bam, ze hebben op hun telefoon gewoon de hele menukaart. Ja. Dat is toch geniaal eigenlijk? En dat zijn van die leuke innovaties die voor de toekomst eigenlijk alleen maar gewoon rendabel zijn vinden, want je bent straks van de kosten af van continu 1 keer in de zoveel tijd. Ja, het is een soort van, kijk, ook niet alleen bij ons nu met dit, maar ik denk voor een heleboel sectoren en beroepen, noem maar op, die zijn een soort van gewoon gedwongen, gewoon de afgrond ingetrapt van nou jongens, succes ermee, of gewoon het zwembad ingeduwd, we gaan maar zwemmen. En in 1 keer blijkt iemand toch de helft van zijn werk wat niet zou kunnen, kan in 1 keer wel thuis doen. Met een beetje aanpassingen links en allerlei. Iedereen heeft gewoon maar een oplossing voor dingen moeten vinden. En dan zie je toch dat met een beetje vindingrijkheid dat in 1 keer heel veel dingen mogelijk zijn. En je dus inderdaad ook gewoon misschien wel nieuwe
ja, dingen aan boord waar je in de toekomst heel veel profijt van gaat hebben. Zeker. Ja. Ja, dat is toch wel echt... Ik ben heel benieuwd in dat opzicht wat op meerdere niveaus in onze maatschappij de veranderingen die we de laatste maanden hebben doorgevoerd langdurig misschien wel profijt zullen hebben. Ja. Ja. We gaan door naar de volgende vraag. En die is dan weer voor... Vraag nummer 3. Oh, wacht even. Er steekt iemand een vinger omhoog. Oh. Ja, moet je even naar de wc? Nee, dat niet. Nee, want ik film maar tot hier. Dus dat loopt hier gewoon zo beneden de vloer op. Maar even kort tussendoor. Hebben jullie op het terras een reserveringssysteem als jullie weer open gaan? Of kun je gewoon aanschuiven als er plek is? Het terras bij ons is zonder reserveringen. Dat is gewoon, kom maar binnen en dan krijg je de veiligheidscheck. En dan moet je vast €2000 aan mij betalen en dan mag je gaan zitten. Dat was stiekem eigenlijk een van de vragen voor wanneer we klaar zijn met dit. Maar dat dan hoop ik, ja. Nou, Christian, dan moet je hem over 5 minuten nog een keer stellen. Ja, doen we. Christen, nee, je moet gewoon nieuwe vragen. Je moet nu verplicht een nieuwe vraag bedenken. Verplicht een nieuwe vraag, oké. Twee. even kijken hoor. Hier waren we. Ja, dit is altijd een vraag. En als je dit wel eens eerder hebt gezien, dan weet je dat dit gaat komen. Als je het niet hebt gezien, dan weet je dat niet. Dus dan komt hij bij deze. Hebben jullie in dit soort gevallen hier in het verleden over nagedacht? En daar wordt mee bedoeld. Uiteraard niet met corona of COVID, wat dan ook, dat weet niemand. Maar stel dat er iets gebeurt in de wereld of van mij op het horecaland. Hebben jullie iets van een buffer? Of, het is niet een hele fijne vraag, maar ja, stel hem toch even goed. Hij is belangrijk, zodat de mensen die aan het kijken zijn, die denken van, hey, ik wil ook wel eens een keer een eigen horeca-onderneming beginnen, dat mensen gaan realiseren van, het is niet zomaar even, ik heb zoveel €1000 en ik ga bier tappen en mijn leven is geweldig. Ja. De mensen bewust maken, Ik heb niet zoveel €1000 en ik tap bier, mijn leven is geweldig. Dus dat daar hoeft er niet aan te liggen. De crisis heeft ons en collega's echt heel hard getroffen. Want ik had het er gisteren toevallig nog met mijn baas over. Kijk, het is niet zo dat je wat minder business hebt. Of dat iemand even iets uitschuift. Voor zich uitschuift. Zo van, die nieuwe wasmachine die doen we over 2 maandjes wel of zo. Weet je wel, zoiets. Maar bij ons is het gewoon van, een topdruk weekend. Naar een wat rustigere week. Naar zondagavond 8 uur gewoon 0. Klaar. Niks. Noppes. 0. Nada. Je 13 fulltimers moet je doorbetalen. Wij hebben onze ambulanten ook doorbetaald. En die NOW-regeling vanuit de overheid, 90% werd beloofd. Nou, dat is, ik geloof, grofweg rond de 60 uitgekomen. Dus dat is echt... Nou, dat betekent dat je dus ook als onderneming 40% loon van je personeel zelf covert. Van die bizarre dingen waar je nooit aan denkt. De abonnementen op je pinautomaten. Allemaal dat soort dingen. Dat loopt allemaal door. En het abonnement op je muzieksysteem. Allemaal dat soort rare dingen. Daar denk je nooit bij na. Want dat schrijf je 1 keer per jaar af. Of dat schrijven ze over 12 maanden af. En dat weet je, dat hoort erbij. En dat heb je allemaal ingecalculeerd in je prijzen. Dus in principe moet dat allemaal kloppen en doorlopen. Maar je inkomsten vallen volledig weg en dan in 1 keer stapelen al die dingen zich op. En dan denk je echt van, Jezus, dan gaat het echt heel hard. En nou, ik mag eerlijk zeggen, ik heb ook, bijvoorbeeld, ik heb natuurlijk met mijn ouders, die bellen mij regelmatig van, hoe is het ermee? En vind je het vervelend en hoe gaat het? En dan zeg ik van, nou, het gaat met mij eigenlijk wel goed, want het is mooi weer. En ik heb gewoon elke maand keurig mijn loon gekregen. Natuurlijk achter de schermen heel hard ook wel gewerkt, maar ik heb elke maand gewoon mijn loon gekregen. Ik krijg mijn vakantiegeld. Ik heb tegen mijn ouders gezegd, nou, ik ben wel trots dat ik in een zaak werk, dat ik tegen mijn baas zeg van, moeten we ons zorgen maken? En dat hij zegt, nee, het is echt kut, maar zorgen maken hoeven we niet, omdat mijn baas niet in een of andere snelle Porsche rijdt met zwarte velgen, maar die rijdt gewoon in een normale auto en die doet gewoon normaal en die... Ja, die zet geld op de bank. En hou je bewust rekening met iets als dit? Nee. Maar dan merk je dus wel dat wij een gezonde bedrijfsvoering hebben. En juist. Dat wij als dit bedrijf... Ja, zeker. En ik denk dat daar mag je best trots op zijn. Dat vind ik ook. En ik denk ook dat je ziet dat een heleboel zaken die echt gewoon jarenlang heel veel volume hebben gedraaid en er echt warm bij zouden moeten zitten,
die nu heel hard plagen van ja, maar het kan allemaal niet, het mag allemaal niet. Dan denk ik van, ja, het is natuurlijk in die zin ook wel makkelijk zeggen, want ik mag niet klagen, want ik heb gewoon mijn loon gekregen en met mij gaat het goed en met het bedrijf, we komen hier wel uit, ondanks dat het heel veel geld heeft gekost. Maar ik denk dan wel eens dat andere bedrijven misschien nu wel spijt hebben hoe ze afgelopen jaren hun zaakjes hebben geregeld. Ja. Ja. Dat geloof ik ook wel. Dat is eigenlijk ook wel een hele mooie segue in naar de volgende vraag. Wat verwachten jullie de komende maanden voor zowel jullie zelf als bedrijf, maar ook voor overige horeca? Dan bedoel ik niet zozeer alleen in Maastricht. Ik zeg het nog niet goed, dat weet ik. Maar gewoon landelijk gezien. Hoe zie je de komende, nou, laten we gewoon zeggen 3 tot 6 maanden? Dat is geen stippo kijken, is dat. Dat is, daar kun je niks van zeggen. Wat ik verwacht, ja, Maastricht is echt een horecastad. En mijn moeder in Zwolle, die spreekt af met de vriendinnen bij iemand thuis. En dan hebben ze taart en koffie. Alleen hier in Maastricht spreek je met je, zou mijn moeder met haar vriendin in de kroeg afspreken. Zeggen ze, ik zie je om 11 uur bij de Zwaan en neem je koffie met wat fly. En om 12 uur een glas wijn of een glas bier. Dat is in die zin echt een andere cultuur hier. Dus iedereen hier, die staat te popelen om weer echt gewoon, ja, het is hier best normaal om een keer bijvoorbeeld wat langer door te werken, zodat je een dag 2 uurtjes eerder weg kan, zodat je om 3 uur gewoon kan tetteren met wat vrienden. Dat gebeurt hier gewoon. Dat is, als het mooi weer is, zit hier op het terras, dat je echt denkt van, moet je er allemaal niet werken? Maar blijkbaar niet. Ja. En, het is echt waar. Het is gewoon zo. En ja. ik verwacht in die zin, ik verwacht dat wij, natuurlijk, we mogen maar 30 mensen binnen hebben. En dat is een verschil met, ik weet niet eens wat wij normaal mega drukke dagen binnen hebben zitten. Dat zal 60, 70, misschien 80 man zijn. Ja. Maar, en het terras is van 100 naar 60 gegaan. Dus we hebben gewoon minder mensen die we kwijt kunnen. Dus de omzetten zullen daar ook naar zijn. Als ze op 50% weer gaat beginnen, dan mogen we heel blij zijn, denk ik. En hoe ze, ja, ik weet het echt niet. Ik snap het virus nog niet. Ik lees aan de ene kant dat als we maar buiten zitten en het is mooi weer, dan kan het allemaal geen kwaad. En aan de andere kant hoor ik van een meisje wat hier in de bediening werkt. Nee, want oude mensen, die zijn kwetsbaar. Nou, dat lieve kind is, ik geloof, 17 of net 18. En die heeft gewoon 6 weken plat gelegen en in het ziekenhuis, noem maar op. Dus ik weet gewoon echt niet meer hoe het nou echt gaat zijn. En ik heb ook. Ja, lekker zo. Leuk, dat is een hele mooie timing. Ja. Jij wordt zo terrassig. Hoi, Koort. Geen corona. Ja, echt wel. Ik had je de winkel uitgeschopt bij mij. Serieus, jongen. Nee, maar, met een tissue. Echt een Groningen. Ik weet ook niet. Komt er een tweede golf? Nee. Ja of nee? Ik weet het echt allemaal niet. Iedereen is een expert, hè? Dat is het. Ja, en ik merk aan iedereen in de stad. Die staan te popelen om gewoon weer langs te komen. En wij doen ons uiterste best om hier een veilige omgeving te creëren. En ook, ik hoop als iedereen zijn verstand gebruikt en wij doen ons uiterste best, hoop ik dat er heel veel mogelijk is en dat er ook steeds sneller en steeds meer mogelijk zal zijn. En ik denk, we moeten allemaal gewoon in ons achterhoofd houden dat dat het doel is. Dat we zo snel mogelijk weer zoveel mogelijk normaal kunnen gaan doen. Ja. Maar kijk, laten we blij zijn. We hebben 60 plekken straks op het terras te vergeven. Nou, dan kunnen 60 mensen kunnen bij ons in het zonnetje een mooie pot bier drinken of een lekker glas wijn of een weet ik wat. Nou, weet je. Maar laten we dan ons uit. Dat is ook een doelstelling die wij nu hebben gedaan in deze coronatijd. Van laten we uit deze periode, laten we er beter uit gaan komen. We hebben personeeltrainingen gegeven. We zijn met assortiment ook met wijnen bezig geweest. Zijn we meer mee aan de gang gegaan. Laten we het gewoon nog beter maken. Een nog betere terraservaring. Een nog betere. Gewoon als je bij ons komt, dat je denkt van dit is gewoon een superzaak. En dat vond ik op bepaalde gevallen al. Maar nu hebben we de tijd gehad. En ook gewoon omdat het minder druk gaat worden, omdat er gewoon geen plekken zijn, is dat een kans om het een niveautje hoger te gaan tillen. En dat moeten we doen. En zo gaat het hopelijk allemaal goed komen. Ja. Ja, ik durf er niks over te zeggen. Nee, maar het is wel heel mooi gezegd.
Voordat we naar de comments gaan kijken en dus even zien of Christian... Ook natuurlijk. Absoluut. Want wat verwachten jullie de komende maanden voor zowel jezelf als overige horeca? Laat ik even... Ik heb het heel erg te doen met kleine ondernemers, pas gestarte ondernemers, die gewoon niet tijd hebben gehad om een buffer op te bouwen. Of, bijvoorbeeld hier in Maastricht, ondernemers als de Kakool, ooit het beste café van Nederland, een paar jaar terug. Die hebben gewoon eigenlijk geen terras. En dat is zo'n klein zaakje. Dat is een piepklein tentje. Ja, daar kan met de beste wil van de wereld, normaal kan daar maar 30 man binnen. En moet je nagaan hoe dat op 1,5 meter afstand is. Dus dat zijn zaken die kunnen gewoon never nooit niet de omzet gaan draaien. Dat komt niet in de buurt. Dat is waarschijnlijk nog niet eens 10% van wat die normaal doen. Alleen, we moeten wel oppassen dat als straks overheidssteun en noem maar op, als dat gaat stoppen bij zulke zaken, dat gaat helemaal mis. En daar maak ik me heel zorgen over, dat de kleine, de leuke, authentieke zaakjes, gewoon van die kleine, heerlijke, die kleine klote tentjes waar je zo heerlijk in kan verliezen, dat die het heel moeilijk gaan hebben. En daar maak ik me heel erg zorgen over. Ja. Nou, dan is het eigenlijk gewoon heel simpel voor ons, zeker voor ons als biergeeks. Weet je, jongens, ga naar die cafés, ga naar die terrassen toe waarvan je weet, die hebben een kaart met 30 plus mooie craft beers en echt de leukste dingen. Maar ga ook absoluut eens even naar het tentje bij je om de hoek, waarvan je weet, oké, ze hebben dan gewoon de rode A en de groene H op de tap. Fantastisch. Nou ja, misschien dat alles is. Als je daar 3 van de tap neemt, het zal je portemonnee niet kapot maken. Maar als we dat allemaal een beetje doen, dan steunen we toch ook die kleine zaakjes een beetje. Spreek gewoon eens met een vriend van je af, desnoods met je buurman. Ga in de troek om de hoek en sla daar even een partietje stuk. Want dat soort jongens, die gaan het echt heel erg nodig hebben. Dat denk ik ook wel. Ja. Absoluut. Dat is heftig, heel heftig, ja. Ja, dat gaat nog wat worden inderdaad. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. We gaan naar de laatste vraag voordat we naar de comments gaan. Ik wil nog even iedereen, want de laatste vraag komt eraan. Dus iedereen die aan het kijken is, stel die vragen. Gooi ze in de comments. Pieter, die pakt er even iets lekkers bij, is volgens mij. Die kijkt even wat er staat. Ja, maar dan moet ik De herinneringen die... Een van de nieuwe, een van de oude. Ik weet het niet. We maken er even een primeurtje van. We maken er een primeur van, want wij hebben eigenlijk in elke... We hebben primeur. Pak inderdaad een nieuwe, waarvan je zegt, deze hebben we net nieuw, en dit moeten de mensen bij jullie de komende week gaan drinken. Pak dat eens. Ja, we hebben echt zo'n shitload binnengekregen. Het is niet normaal. Remy, ik heb daar gestaan, jongen. Je weet niet wat voor een ervaring dat is. Want je denkt, het is niet heel groot. Maar als je daar staat, weet je niet waar je moet kijken. Echt waar. Maar luister, ik zal je eerlijk vertellen. Ik denk een jaar of 9 à 10 geleden was ik ook in Maastricht met mijn vrouw. En ben ik ook bij de Zwaan geweest. Maar toen was ik nog geen biergeek. Was ik nog een Le Chouf geek. En een duvel. En toen hadden wij hier ook geen biercel en dat soort. Nee, dat klopt. Maar ik kan me nog herinneren dat ik daar wel was. En jullie hadden ontzettend veel toen al, volgens mij. Dus ik moet snel gewoon weer die trein pakken. En vanuit Utrecht naar. Dat moet sowieso. Ja. En dan gaan we niet meer terug. Nee, dat gaan we doen. Dat gaan we echt regelen. Nou, ik ben benieuwd. Ik zie iets donkerkleurigs en het etiket komt mij bekend voor, volgens mij. Als ik het gokken, Pieter? Ja, zeker. En nou, dit is, ik had natuurlijk eigenlijk een beetje misschien iets Nederlands moeten pakken. Dit is vandaag binnengekomen via een van onze leveranciers. En daar wil ik dan, als ik heel even kort mag, wel iets over kwijt. Ik heb hem, denk ik, een maandje geleden gebeld. En zegt, hey, Pikkie, hoe is het? Het is kloten, maar hoe is het met jou? Want, weet je, kijk, het riedeltje van, nou, wij zijn de zaak aan het opknappen en het is mooi weer. En ik heb mijn loon nog gekregen, dus ik mag niet klagen. Maar bij jullie zal het ook wel stil liggen. Ja, bij ons ligt het ook wel stil. Maar ja, die hadden een growlermachine aangeschaft. Ik weet niet, mag ik een naam zeggen? Tuurlijk, Drankal Nico Elings.
Ja, en ik belde met Niels Masselink. Ja, dat is zo iemand door de jaren heen leer je elkaar kennen. En nou, daar bouw je een band mee op. En daar doe je dan graag zaken mee. Omdat je een wederzijdse verstandhouding hebt over wat je van bepaalde dingen vindt. En goed, dus zo iemand bel ik dan. En ik zeg, hoe is het met je? Hij zegt, ja, nou, we mogen eigenlijk helemaal niet zo klagen. Want we doen nog best wel veel met slijterijen. Dus gelukkig, bij ons staat het niet helemaal stil. Maar het is niet je van het, maar we mogen niet zo klagen. En vervolgens zegt hij dus, van, nou, er zijn dus mensen geweest, dus horeca, die bestellingen plaatsen van, hey, jij haalt exotische dingen uit Amerika of uit Rusland of weet ik wat, bestel mij dit, bestel mij dat. En dat wordt dus op bestelling voor zo'n horecagelegenheid wordt dat besteld. En vervolgens cancel je dat gewoon. Hè? Dat wordt naar Nederland gehaald. Nou, corona, shit voor iedereen. Maar die zegt, ja, nee, nu hoef ik het niet meer. Nu los jij het maar op. En toen dacht ik echt van, ja, maar dat zou ik dus nooit kunnen doen. Dat je leverancier laat zitten. Want ik voel in die zin ook al een soort van verplichting van uit naar een leverancier. Er zijn vandaag 2 ladingen binnengekomen. Ik krijg gelijk een flikker van mijn baas. Die zegt van, ja, jij bent een leuke. We zijn nog niet open. En dan liggen hier alweer 2 facturen van, heb ik jou daar. Ik zeg, nou oké, okay, goed. Ik regel met die jongens dat we die in 2 of 3 termijnen kunnen betalen. Dan komt dat hopelijk wel goed. En kijk, daar zijn ze dan toegevelijk in. Maar ja, ik vind het ook wel belangrijk om, los van het feit dat Nederland belangrijk is. Maar kijk, dit zijn ook de jongens die ons van exotische bieren voorzien. Waar we ook allemaal gewoon keihard op gaan als bierkik zijn. Nou, laten we eerlijk zijn. Ik vind het ook belangrijk voor mij als horeca om nu die jongens te steunen. En ja. Dus inderdaad ook wel daar misschien wat selectiever in te zijn van wie ik nu mijn biertjes bestel. Ja, maar daar ben ik helemaal met je eens. Ik heb vorig weekend José van de Bierlijn hier gehad in Bierpraat. Dat was echt ten eerste, wat een fantastisch. Volgens mij mag ik dat zo zeggen. Volgens mij vindt ze het niet erg. Wat een fantastisch wijf. Echt waar. Ik heb me nog nooit zo vermaakt in een gesprek. Echt waar, wat een geweldige vrouw. Heel eerlijk, heel echt. Maar inderdaad, kijk, wij zijn de laatste tijd heel erg bezig geweest met we focussen ons op de Nederlandse brouwerijen. En dat vind ik nog steeds heel belangrijk. Maar we houden ook nog van alles wat er uit het buitenland komt. Maar wie brengt ons dat? Nou, die Nederlandse editeur. Precies, en met de Nederlandse jongens, I've had my fair share hoor. Ik heb mezelf bijna persoonlijk failliet besteld aan alle hulppakketten op internet. Mm-hmm. En ik heb echt bij een paar brouwerijen uit Nederland die ik het heel erg gun, of die ik goed ken, of wat ik gewoon echt gewoon gaaf gasten vind wat ze brouwen, of meiden uiteraard, heb ik echt wel mijn persoonlijke steun gedaan. Maar ik vind ook dat hier vanuit de zaak moeten wij ook onze leveranciers proberen ook een steuntje in de rug te geven. En andere leveranciers zeggen, nou, je krijgt van mij een gratis corona-fusje om je weer erbovenop te helpen. Ik zeg, nou weet je wat jij doet? Hou jij lekker dat gratis fusje en help jezelf eens even extra erbovenop. Want jij hebt het ook gekloten gehad de afgelopen maanden. Ja. Nou, zegt van, nou, dat vind ik wel heel ziek van je. Nee, ik van, nou, maar we moeten het allemaal samen doen. En weet dat, kijk, als we straks gewoon weer open zijn, ik heb vertrouwen in dat het goed komt. Laat dat voorop staan. En ik denk, dus ik hoop dat het gewoon komende zomer, dat het nog een fatsoenlijke zomer kan worden. Zodat we weer iets kunnen terugkrabbelen. En ja, met ons komt het wel goed. Die kleine bedrijfjes, die moeten we echt allemaal steunen. Dat is, en niet alleen Nederlands, maar ook die jongens die ons van de gave bieren voorzien. En bijvoorbeeld José van de Bierlijn, die levert ook gewoon de dochter van de Korenaar, wat daar ook gewoon een Nederlander is. En dat is een van geweldig, de brouwerijen, dus... Ja. José is ook heel belangrijk. Ja, dat vind ik dus echt super. Want die heeft het gewoon echt. Die levert dus zoiets als dochter van de Korenaar. Echt geniaal. Maar daartussen komt ook weer tegenover dat ze dan heeft geregeld dat er volgende week allemaal Verdant in Nederland aankomt. En dan denk ik, nou, fantastisch toch? Ja, precies. En laten we elkaar geen mietjes noemen, maar daar loopt iedereen bang voor. Nou, daarom wil ik het zeggen. Ja. Remy zit te popelen, want zoals hij al eerder zei, als hij de eerste vraag mag stellen, mag hij deze vraag stellen. En dat is zijn favoriete. Oh jee. Ja, want dit zijn de leukste vragen, want die vorige vragen is allemaal, ja, weet je, het is allemaal moeilijke tijd, bla bla bla, en vreselijk inderdaad. Maar dit vind ik de mooiste vraag, hoe kunnen de klanten jullie het beste helpen in deze tijd? En hebben jullie hier een werkwijze in? Normaal stellen we dit aan brouwerijen, maar jullie zijn natuurlijk een...
horecagelegenheid. Ja, kijk, we gaan open 1 juni. Of althans, jullie gaan open 1 juni. En stiekem weet ik het antwoord wel. Gewoon naar jullie toe gaan. Maar hebben jullie in deze tijd ook... Jongens, fijne avond. Ik ben weg, hè. Van Remy, die doet het met jezelf vandaag, hè. Ja, dat is geen probleem. Hey, Remy, hoe is het? Ja, goed met mij. Ja, met mij gaat het ook goed. Ja, nee, wij... Heerlijk. Nee, maar hebben ze in de afgelopen tijd... hebben jullie daar nog... Ja, je noemde het net ook al. Ja, ik ga niks meer zeggen. Antwoord maar gewoon de vraag. Nee, tuurlijk. Je moet langskomen bij ons. Dat is het leukste. En los van... Kijk, het is gewoon belangrijk dat de traffic komt en dat er geld binnenkomt. En wij gaan niet een minimale besteding per uur doen. Of wij gaan niet zeggen van... ik heb al gezien dat zaken die zeggen van... Nou, als je bij ons komt zitten... rekenen we je 10 euro. En vervolgens moet je je eerste uur die 10 euro opmaken. Maak je die niet op, moet je nog steeds 10 euro betalen. Maak je meer op, betaal je dan alleen nog wat je extra... Nou, ik vind dat niet kunnen. Want mijn schoonmoeder, dat is echt... Als je meekijkt, schat, is echt een hele lieve vrouw, is dat. Maar die zit hier 3 dagen per week. En die drinkt hier 2 cappuccino's. Die zit hier met de broer, die zit hier met haar schoonzus, die zit hier in de eentje, maakt allemaal geen rol uit. Maar die drinkt hier 3 keer per week 2 cappuccino's. Dus dan heb je het over 5 euro, 5 euro, 10, 20, zoiets. Maar die doet het wel al 5 jaar. En 3 dagen in de week. Ja, maar dan kan ik het toch niet maken om, los van dat mijn schoonmoeder is en ik helemaal niks kan maken, maar dan kan ik het toch niet maken om zo iemand om te eisen van je moet minimaal 10 euro besteden. We hebben hier mannen zitten, die zitten hier elke donderdag en vrijdag en drinken Brusselse hot en La Chouf. Maar die doen dat dus elke week. En nou, die zijn goed voor ongeveer 2 maandsalarissen van mij per jaar. Nou ja, dan kun je toch niet zeggen van wij gaan jullie dingen verplichten van je moet en je moet. Nee, dat vind ik, dat kan niet. En natuurlijk, je moet gewoon langskomen. Je moet lekkere bieren komen drinken. We hebben ook niet meegedaan met bierpakketten via internet beschikbaar stellen, dat soort taferelen. Ook vanwege die NOW-regeling. Want als je omzet ging maken, dan snijdt dat weer in je regeling, noem maar op. Oh, okay. We hebben wel een hele leuke aanvraag gekregen. Dat vond ik echt heel gaaf. Ik pak hem er even bij, maar ik praat door ondertussen, want dat kan tegenwoordig. Een studievereniging geneeskunde hier uit Maastricht. Die hebben gezegd van nou, wij zitten graag bij jullie op het terras. En kunnen jullie voor onze leden, die nu ook niet bij jullie kunnen zitten, kunnen jullie een bierpakketje maken? Toen wij zeggen, natuurlijk kunnen wij dat. En toen hebben wij voor een schappelijk prijsje aan beide kanten, hebben we gezegd van nou, dan maken we een bierpakketje. Daar zitten van onze papieren bij, die toch wel niet meer het meest verse van de hele wereld waren. Dus waar ik op die manier makkelijk vanaf kon. En zij hadden een leuk proeverijtje. En hebben een begeleidend schrijven bij gedaan. En wat zit daarin? Daar zit bijvoorbeeld een Elvis juice zat daarin. En ik heb hier een Blame It on the Monks van Jopen, Brut IPA. Daar zit een openheerlijke beurt Remuren Roodborst. Daar deden wij nog een prachtig Hopster magazine bij. Nou, en zo kon het niet op met het bierpakketje. Maar dat hebben wij wel gedaan. Tijdens onze sluiting, maar eigenlijk ook cadeaubonnen. Ja, dat is ook uitstel van executie. Hè. Dan koopt iemand voor 20 euro een cadeaubon. En die komt als je weer open bent, komt die bij je zitten. Ja. En niks betalen, want die heeft die 20 euro uit. Dus dat zet allemaal gezoden aan de dijk. Het enige wat werkt is als je nu gewoon heerlijk komt en zegt, ik heb zin in bier. Regelen. Gewoon de hele middag lekker bier drinken. Allemaal mooie regelen. Ja, Pieter, daarin zitten dus Groningers en Limburgers op 1 lijn. Doe maar gewoon. Doe je al gek genoeg. Maar het is ook 1 lijn, hè? Als je van boven naar beneden. Is gewoon van lijn. Zo naar beneden. Ja, daarom. Gewoon 1 lijn. 300 kilometer naar beneden. Wat? 400? Nou, zoals met die klote trein wel iets langer, maar goed. Het is met die klote trein denk ik er wel even iets langer over, maar daar wil ik verder niks over zeggen. Nee, dat komt wel, maar dat maakt niet uit. Ik ga eens even door de comments heen. Kijken of er een leuke vragen en comments in zitten. Ja. Nou, natuurlijk de gebruikelijke hallo en welkom. Turtle die zit aan de PK19 quadruple. Christian die zegt nog even, klinkt top, kom zeker een keer een mooi bier drinken, wel gelukkig redelijk in de buurt, dat moet je echt doen Christian. Van harte welkom. En hij zegt ook, Gulpen is een mooie brouwerij, de Lentebox smaakt goed, absoluut.
Turtle die kijkt hem straks even terug, want die had visite blijkbaar. Wat drinken de anderen in de chat? Ambasia Trefontaine. Daar hoor ik best wel leuke dingen over. Trappisten, ja. Ja. Nou, deze vraag is dus de beantwoord. Dat er dan nog even een hi from Ireland. Hallo. Hallo, hoi laddie. Deze vraag heb je eigenlijk al een beetje half om half beantwoord, volgens mij. Pieter, zoals je waarschijnlijk al weet, bierpraatjespumper. Krijg je nog aparte bieren op tap of in de walk-in fridge die je voor de sluiting niet had? Is er nog echt een... Het is echt schandalig veel binnengekomen. En we hebben echt moeten persen om het in die koeling te krijgen. Dus ja, we hebben heel veel dat we voor de sluiting niet hadden. En aparte bieren op tap, ja, ons eigen huisbier uiteraard. En ja, ik heb echt wel een gave dingetje in de kelder staan. Die gewoon de komende tijd... Ja, volgens mij hebben we altijd wel iets leuks. Aparte bieren op tap. We hebben gewoon pils. We hebben Brusselzot en La Chouf. En een Westmalle Dubbel. Dat zijn gewoon de Heineken bieren. Dat verkopen wij ook gewoon veel aan heel veel mensen die hier zitten. En daarnaast hebben we gewoon 3 wisseltaps. Waar ik eigenlijk altijd probeer om daar gave dingen op te gooien. Sowieso een coole IPA. En vaak nog iets in de trant van een blond of een triple. Dus voor de mensen die de La Chouf en de Brusselzot drinken, om die een iets uitdagender alternatief te bieden. Van hey, je hebt nu dit gehad, ik heb ook dit, probeer dit eens. En ze zo een beetje te lokken van kom, drink eens even wat gavers. En op die derde wisseltap, daar zit vaak wel een iets obscuurder iets. Of gewoon nog bijzondere dingen. Dus bijvoorbeeld als ik via José van de Bierlijn gewoon iets heel bijzonders kan krijgen. Ik denk dat we altijd wel iets leuks voor zowel de drinker als voor de geek op tap hebben. Ja, en wat hier achter mij in die biercel staat, ja, fucking hell, er staat echt zo tering veel in. Belachelijk bijna, dat is, ja. Nou, we hebben echt heel veel binnengekregen. We hebben echt heel veel binnengekregen. Ja, maar dat is wel wat, ik weet nog wat toen ik bij jou op de zat, dat was jij, je had dus wat je zegt, een schoef en dat soort dingen op tap. Ik weet even niet meer, het was een IPA, een Nijpa, ik weet even niet meer, het was een Puhala of een Puhaste, een van de twee, maar die had je daar gewoon op tap. Weet je, gewoon echt, het gaat van het ene uiterste naar het andere. Ja, dat vond ik echt geniaal. Dat was hartstikke tof. Ja, maar dat is echt gewoon ook hoe deze zaak is. Dat is gewoon een hele rare zaak. We hebben zoveel locals en dan mensen die echt geen ene fluit om bier geven. Die zitten hier ook gewoon. Maar gelukkig zijn we groot genoeg om er genoeg plek over te hebben om iedereen die wel van bier houdt, gave dingen aan te bieden. Ja. Oh, super. Top. Christian die zegt nog inderdaad, applausje voor alle bazen met een goed hart voor de zaak en hun personeel. Ja. Nou ja, dat is fantastisch, dat is helemaal waar. Ja. Douglas die wenst Remy na deze flinke niesbui van hem nog even gezondheid als mede hooikoortspatiënt. Ik moet zeggen... Remy moet je niet wel aanstellen. Ik voelde hem vandaag ook weer... Nee, ik geef het toe, ik voelde hem vandaag ook weer kriebelen hoor. Dus het is niet... En het ergste is, als mijn haar zit echt scheid, ach, maakt het uit... Als bierdrinker is dat wel waardeloos, want 80% van wat je, dat hoef ik jou niet te vertellen, Pieter, maar 80% van wat je proeft, komt door wat je ruikt. En als je hooikoorts hebt, nou, dan is dat best wel waardeloos. Ja, dat is best waardeloos. Ja. Christian, die wil graag nog weten, welk bier loopt het beste bij jullie? Ik hoop niet dat ze lopen, maar... Als je nou zegt corona, ga ik je uitlachen. Nee, dat is een van de eerste dingen. Toen ik hier 4 jaar geleden kon werken, heb ik corona van de kaart gedonderd. Ja, als je je wist het. Ja, maar als je ja, hey, bom, bom. Nee, maar als je bewust oxidatie gaat drinken en alles, de corona, dat is echt. Maar kijk, ik heb zeker een commerciële, ik heb ze echt wel een commerciële inslag in mijn bieren. En, want ja, nogmaals, ik wil een heel breed publiek bedienen met gave bieren. Alleen daar hoort voor mij corona gewoon echt niet bij. Corona vind ik gewoon helemaal niks. Welk bier loopt het beste bij jullie? Ja, dat is denk ik. Ik denk dat qua de niet-pils is dat Brusselzot, denk ik wel. Of Palaner, dat gaat in de zomer ook echt loeihard. Daarnaast op. Ja, laten we. Dat is dus ook echt een ding. Carmeliet, dat gaat gewoon zo hard. Ja. Carmeliet, Cornet, Westmalle Triple. Eigenlijk de klassieke Belgische trippels, jongens, dat
dan kunnen wij, dat drukt mij elke week als de bestellingen binnenkomen, et cetera, weer met de neus op de feiten, dat wij met Biergeeks gewoon nog steeds een druppel op een gloeiende plaat zijn. En dat gewoon nog steeds de Belgische trippels, de Belgische blonde bieren, ja. De massa dingen, dat is echt gewoon nog de grootste meut. En als je dan gaat kijken naar het stukje craft bier, hè, dus een beetje de modernere, hippe shit allemaal, dan is Jopen Mooijenel, dat gaat altijd gewoon heel steady. Dat is onderhand gewoon echt een denk ik, soort van benchmark. Dat is wat voor zeg maar, de normale bierdrinker een Brusselse zot is. Is dat een beetje voor de craft bierdrinker, is dat een beetje gewoon zo'n ding. Dat merk ik ook als we die op de tap hebben. Dat loopt altijd goed. Eerst, oh, doe maar even lekker mooi nel. En dan kijk ik daarna wel verder. En voor de rest is het ook gewoon op de wisseltap is het heel seizoensgebonden. Kijk, als het een supermooie zomer is, of zoals we afgelopen weken hebben gehad. En je hebt gewoon frisse, hoppige, laagalcoholische bieren, goed doordrinkbaar. Ja, dat gaat als de tering. Dan is dat op dat moment is dat het bestlopende bier. En ik kan je verklappen, als wij nu maandag weer open gaan, is uiteraard ons huisbier. Dat wordt natuurlijk de knaller, want het is 6%, het is heel licht hoppig en licht bitter. En het is doordringbaar, het is redelijk ver uitgegist, het is droog, het is echt een terras beuken van heb ik jou daar. Ik wou zeggen, als jij moeten naar Maastricht, Thomas. Dan moeten we echt, want ik weet zeker, als jij ze in halve liter pullen zou serveren, hakken zo drie op, voor ik er erg in had, absoluut. Ik heb een 3 liter glas voor je, dus als je het niet erg vindt, kom maar langs. Nou. Zijn, nu. Oké. Even kijken hoor. Heeft de gemeente niet extra ruimte gegeven om het terras te vergroten? Dat hoor je in heel veel gemeentes. Ja. Maastricht is daar ook wel. Die zijn daar echt wel heel meedenkend in. En we hebben tussen ons gevelterras en het grote terras aan de voorkant. Daar zit een loopstrook van ongeveer 1,5 meter. En die mogen wij nu gebruiken om tafels op te zetten. Alleen tussen onze gevel en dus waar de tafels normaal staan, daar zit dus ongeveer 1,5 meter. Dus dat levert ons niet extra tafels op. En het is de gemeente hier probeert heel veel maatwerk te leveren. Dus bijvoorbeeld zo'n kakool waar ik het net over had, die mogen nu op een pleintje op 20 meter van hun zaak, mogen zij vijf tafeltjes neerzetten. Omdat die gewoon binnen gewoon echt geen plek hebben. En wij mogen niet naar de voorkant. Want Thomas, zoals je weet, aan de voorkant van ons terras, we liggen op de markt. En 50 meter verder of 80 meter verder is het gemeentehuis. En wij zouden in principe nog makkelijk 10, 15 meter naar voren kunnen. Maar dat is een officiële route voor hulpdiensten, nooddiensten, dinges. Dus dan mag dat dus absoluut niet. Maar dat was wel grappig. We kregen daar dus een heel epistel over vanuit de gemeenteraad. En er stond ook letterlijk in. Van als iets dus een hulpdienstenroute is, is het niet toegestaan om daar dus tafels neer te zetten. Want, stond er echt gewoon letterlijk in, hulpvoertuigen kunnen ook niet als het moet over terrasmeubilair heen rijden. Serieus? Dus, dat, mochten er ondernemers zijn die denken van, ik plamp de hele straat hier vol en zo'n brandweerauto die rost er wel overheen. Nee, dat kunnen ze dus blijkbaar niet. Dat komt dus toch. Goh, echt waar? Nee, maar ik vond het wel mooi dat ze dat zo heerlijk, dat ze dat heerlijk zeiden. Zo van nee, hulpdiensten kunnen niet over, over het terrasmeubilair heen. En kijk, de gemeente zegt natuurlijk niet van ja, jongens, doe maar wat je wil. Want ja, dan is het ook, je geeft de vingers, ze pak je hele hand en dan krijg je een wildgroei. Maar die hebben gewoon heel duidelijk, die hebben een schrijven de deur uit gedaan. Dat binnen deze en deze en deze kaders mag jij je terras uitbreiden en hoef je daar alleen melding van te maken. En als je buiten die en die kaders komt, dan moet je dus een melding maken met een aanvraag, omdat jij dus dan in bepaalde grijze gebieden komt waar de gemeente van zegt van oké, maar dan willen we dus per zaak precies gaan bekijken wat jullie van plan zijn en hoe dat past in allerlei dingen. Hè? Dus bijvoorbeeld, dan heb je het over parkeerplaatsen. Als jij bijvoorbeeld een paar parkeerplaatsen pakt, dan zegt de gemeente oké, maar dan moeten we kijken of die parkeerplaatsen niet heel nodig zijn, of
brandkranen van de brandweer. Of je daar zomaar een terras omheen mag zetten. Maar die hebben ook gezegd van, nou, in principe als jij geen belemmeringen hebt, mag jij best wat ruimte pakken. En hoef je het alleen maar te melden. Dus ze zijn er best toegevelijk in. Alleen, ja, het dan blijkt dat er eigenlijk gewoon heel weinig plek is. Dat de meeste plek die er is, eigenlijk gewoon al met goed fatsoen al lang weggegeven is aan terrassen. En dat het niet zo makkelijk is om zomaar overal mijn tafels neer te zetten, door allerlei factoren dus. Nou, dat is wel leuk, want Christian die zegt op een gegeven moment, gemeente Maastricht is niet bepaald flexibel volgens mij in dat opzicht, maar dan zegt hij hier nog later even van, opzoeken, valt toch mee van de gemeente, had andere verhalen gehoord. Het is dus niet zozeer een kwestie van het niet willen, het is meer een kwestie van, er is gewoon niet zoveel. Het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat een andere horecazaak daar heel anders tegen aankijkt. Dat die zeggen van, ja, maar hoezo, we kunnen hier toch gewoon 5 tafels neerzetten. Waarom mag dat niet? En dat de gemeente zegt, ja, nee, mag niet, want. En dat kan ook absoluut best gewoon een stomme reden zijn. Gewoon voor ons persoonlijk, wij hebben niet, ja, de linkerrij van het terras staat geloof ik een half metertje naar links, maar dat stond het eigenlijk altijd al wel. Dus ze versnoepen altijd al natuurlijk. Dus voor ons hebben die regelingen niet echt heel veel opgeleverd. Maar zoals ik het persoonlijk voor ons bekeken heb, wat daar verschrijven uit de gemeente uit is gegaan, was er best wat mogelijk. Maar het zal uiteraard per zaak verschillen. Het blijft. Dat is ook wat de toekomst moet zijn. Kijk, er komen maatregelen over 1,5 meter dit en zoveel mensen binnen zus en zo. Alleen, je kan ons niet vergelijken met een eenmanszaakje. Hè? Bijvoorbeeld met een jury, hè? Met een jury in Amsterdam, voor voeders. En je kan een Café de Sa niet vergelijken met voeders. Maar je kan voeders al helemaal niet vergelijken met een strandtent in Scheveningen. En je kan dus niet zeggen van, dit zijn de regels voor de horeca en hier moeten jullie mee doen. Maar dat is wat jullie zelf al zei, hè? Die zegt vanuit Lagerhuis, zegt hij, zijn de best mogelijkheden. Ons nieuwe terras komt er binnenkort aan, dat ging allemaal best goed. Ja. Hij zegt vanuit voeders, zegt hij, wow, dat wordt nog een dingetje. Ja, nou ja, dat geloof ik graag. En dat is natuurlijk, het is veel factoren. Ja, en ik hoop echt dat wel. Dat de overheid dingetjes bij de gemeente gaat neerleggen, of bij een veiligheidsregio, hè. En dat er heel erg hard gewerkt gaat worden aan maatwerk. Dat ze gewoon gaan zeggen, jullie als gemeente zijn verantwoordelijk voor hoe dingen bij jullie gaan. Dit zijn de grote regels, en binnen deze kaders mag je werken. En dat de gemeente gewoon heel veel moeite gaat doen, en niet alleen met de horeca, maar met allerlei dingen, om met de kennis van nu, om te zorgen dat het virus niet de hele boel in de war schopt, om gewoon echt met maatwerk, want je kan gewoon allerlei zaken niet met elkaar vergelijken, het werkt niet. Je kan niet zeggen, jij wel, en jij moet dat dan ook, dat werkt niet. Er moet maatwerk komen. En dan, zul je zien, dan zal er heel veel mogelijk zijn, en zijn ondernemers zijn echt blij, dat dan is er weer lucht, dan kan er weer wat. Want we konden niks, dus alles is beter, alleen met maatwerk gaat het heel snel heel veel beter, denk ik. En dat er gewoon gekeken wordt naar individuen en niet naar, niet naar de individuele situaties en niet naar gewoon de algemene situatie. Ja, maar het is niet te vergelijken. Nee, is het ook niet. Is het ook niet. Nee. Douglas die zegt even, Café de Zwaan is een mooie plek voor Meet the Dutch Beer Collective. Daar worden heel veel commentaren op gegeven dat iedereen dat goed vindt. Behalve alleen Pieter weet het zelf. Pieter weet het zelf alleen nog niet. Nou, bij deze, dus dat gaan we maar eens regelen. Had ik al lang gelezen, dus ik wist het al lang. Jij leest mooi mee. Ja. Absoluut. En goed, Thomas die heeft mij mijn contactgegevens al. En jongens, als je langs komen, de deur staat wagenwijd open. Maar geef het wel minimaal een maand van tevoren aan. Absoluut. Dan kan ik vrij regelen. Het wordt heel druk, hè? René zegt nog even, de gemeente is bang dat de ambtenaren op het terras zitten in plaats van het stadhuis. Dus daarom mag je niet te dichtbij komen. Niks tegen ambtenaren. Nee, ik zat op te denken, als wij hier vanaf de vierde verdieping een soort van rodelbaantje naar de eerste verdieping van het stadhuis aanleggen. Dan kan het gewoon in kratjes zo. Precies, lekker makkelijk. Je weet wat ze zeggen, hè, over ambtenaren. Weet je wat er op de grafsteen van een ambtenaar staat? Komt hij weer. Hier rust hij verder. Ja.
Ik wil nog heel snel even afsluiten. Met de laatste comment gooi ik er nog even tegenaan. Want dat is een momentje waar Remy en ik heel jaloers om gaan worden. Onze vaste kijker Kees Bouwman, die moet nog even invallen. Want die zegt, ik kijk even snel Bierpraat mee in een Nissan Skyline R34 GTR. Oh, stuur even een foto, Kees. Kees, laat even doen. Kees, ik weet, Pieter, ik weet niet of je het weet. Kees, die is net als Remy en ik gek van auto's. En ik heb zelf ook een Nissan Skyline gehad. En dat is echt een geniale baasauto. Ik mis die auto nog elke dag. En het is al 8 jaar geleden dat hij weg is gegaan. En dat hij dit er even tussendoor gooit, heb ik zoiets van, Kees, ik hou van je en je bent een klootzak. Ik denk als wij ooit stoppen bij de Dutch Beer Collective, dan gaan Thomas en ik verder als de Skyline Club of zo. Die bestaat wel, maar dan gaan we hem overnemen. Ja, uiteraard. Ja, dat vind ik mooi. Dan mogen jullie hem hier voor de deur parkeren. Dat vind ik helemaal prima. Even kijken hoor. Waarom heeft een ambtenaar een houten bureau? Hout werkt. Ik hoor niemand lachen. Wat doet een ambtenaar na de lunchpauze? Nou, Douglas, vertel, doe dat nog even. En dan... Godverdomme, jongens. Oké, goed jongens, dit was hem. Ik denk dat wij maar eens moeten gaan afsluiten. Ja, ik moet de kinderen ook op bed leggen. Deze ambtenaar moet wel verder. Dus, Ik wou net zeggen, Remy, ik laat de afsluiting bij jou. Oh, ja, wat moet ik zeggen? Ik bedoel, bedankt. Pieter, echt super tof dat je tijd vrij kunnen maken. Willen maken ook. Ja, nee. Ik heb nog vakantie, hè? Twee dagen. Ja. En we wensen jullie, jou uiteraard, heel veel succes. Komende maandag met de opening. Ik bedoel, het is na, 11, 12 weken. Eindelijk mag die walk-in fridge gewoon weer open. En bij deze zweer ik het ook echt. Thomas en ik en Gerben ook, de andere member van de Dutch Beer Collective. Wij komen uiteraard bij jou, bij jullie langs. En dan boek ik echt een hotel, want ik denk dat ik s'avonds niet meer weet hoe ik heet. Dit staat nu gewoon vereeuwigd hier op YouTube. Hotel? Ik heb al een keer eerder in een kroeg geslapen, dat ga ik gewoon weer doen. Oh, nee, als Pieter zegt, ga maar in die koelkast liggen, dan... Nee, maar nogmaals, hartstikke bedankt, echt super tof. Ja. En uiteraard wil ik Thomas ook bedanken voor het hosten. Thomas, bedankt dat ik hierbij mocht zijn. Echt. Jij bedankt dat je er was. En inderdaad, Pieter, bedankt dat je er was. Ik wil gewoon iedereen die kijkt er nog even op wijzen. Komende zondagavond hebben we een iets andere bierpraat. We hadden iemand in de planning, maar door omstandigheden moest dat even verschoven worden. Dus de bierpraat wordt letterlijk gewoon bierpraat. Want Dutch Beer Geek, Gerben dus, en ik ga gewoon lekker om 8:30 online... We pakken een paar leuke bieren, pakken zelf een paar mooie bieren bij. En dan gewoon lekker kletsen, lekker ouwe hoeren over wat we in het glas hebben. En over elk onderwerp dat erbij komt. Remy, jij had volgens mij gezegd dat je niet kon. Maar mocht je toch ruimte vinden, schuif gewoon lekker aan. Ja, als ik ruimte vind, maar ik ben een druk bezet persoon, helaas. Drukke ambtenaar. Dit weten wij, absoluut. Drukke ambtenaar, die bestaan echt. Dat is die. Af en toe heb je ze. Nee, ik kan een ander spreek. Ik geloof je direct. Pieter, ik wens jou nog een hele fijne avond en een succesvol weekend met voorbereiden voor maandag. Ja, nee, daar zijn we de hele week mee bezig. Dat gaat helemaal goed komen. We hebben er echt zo veel zin in. Denk ik ook wel. En dat gaat helemaal goed komen. En iedereen die gekeken heeft, hartstikke bedankt. En we zien jullie allemaal bij de volgende Bierpraat. En ik zou allemaal zeggen, tot de volgende keer en een fijn weekend. Fijn weekend. Geniet ervan. Super, dankjewel. Tot ziens. Hoi.